zit hij er ook weer gezellig bij allemaal. Nou, wij hier ook, hè. Wat zijn sommige mensen toch makkelijk, hè? Maak u dat ook weer mensen zo makkelijk zijn? Mijn buurman, hè? Mijn buurman, die heeft pas 1 miljoen gulden gewonnen in de loterij. Is wat, hè? Leuk bedrag, hè? 1 miljoen gulden. Ik zeg, wat ga je ermee doen? Hij zei, nou, eerst ga ik al mijn schuldeisers afbetalen. Ik zeg, oh, ik zeg, wat doe je met de rest? Zei, nou, die moeten maar wachten tot ik weer wat gewonnen heb. Ik zeg, heb je nog meer schuldeisers dan? Hij zei, oh, ik heb er zoveel. Hij zei, maar ik heb ook hele lastige bij. Ik zeg, hoezo? Hij zei, nou, die sturen aanmaningen. Ik zeg, wat doe je dan? Hij zei, die stuur ik allemaal een brief. Ik zeg, een brief? Hij zei, ja, stuur ik allemaal een brief. Ik heb hem hier bij me. Ik zal hem even voorlezen. Ongelooflijk, zo'n brief geven aan de mensen. Die schrijft aan die mensen die geld van hem krijgen. Mijn heren, op elke eerste van de maand stop ik al mijn rekeningen in een schoenendoos. Die schud ik flink door elkaar, haal er dan 1 rekening uit, die betaal ik. En als u nou niet onmiddellijk ophoudt met het sturen van die aanmaningen, dan doet uw rekening bij de volgende trekking niet eens mee. Ik zeg, help dat. Hij zei, nou, ik denk het wel. Ik kreeg vanmorgen een brief van de belasting. Daar stond in laatste waarschuwing. Dus ik zal er nou wel van afwezen. Weet u trouwens waarom haaien zo'n hekel hebben aan sardientjes? Krijg het blikje zo moeilijk open. Weet je, hele leuke dieren, die moet ik even vertellen. Er is een olifant, hè? Die kennen we wel, hè? Die grote beesten met zo'n slurf. Een olifant, die zit helemaal vol met mieren, duizenden mieren op zijn rug, hè? Dus dat jeugt verschrikkelijk natuurlijk, hè? Dus die gaat met zijn rug tegen een boom aan staan schuren. Al die mieren vallen op de grond, behalve één, die houdt zich goed vast, die bleef bovenop zitten. Roepen al die mieren van beneden, wurgen, Fred! Ja. Nou, alle flauwekul natuurlijk, dat begrijp u ook wel. En we hebben nog veel meer flauwekul in deze tweede aflevering van de Comedy Parade. Jeetje Hugo, weer één? Inderdaad, en nu heb ik er wel genoeg van. Deze bal krijgen ze niet terug. Gelijk heb je. Kwam nota bene bovenop mijn dahlia's terecht, zeg. mogen wij de bal terug? Nee. Hoe bedoel u, nee? Nee, jij krijgt die bal niet terug. Ja, maar wij zitten net in een belangrijke wedstrijd tussen de Crusaders en de Amsterdam Ram. En dat zegt mij helemaal niets. Dat is een van de twee van de bekendste American voetbal teams die er zijn. Meneer, ik heb al een enorme hekel aan Hollands voetbal. Laat staan aan American voetbal. Het gaat toch allemaal maar gepaard met geweld. Nou, maar dat zijn wij niet. Dat zijn meestal de supporters, begrijp je wel. Dat zijn wij dus niet. Maar maak u toch geen flauwekul. Ik zie het toch geregeld op de televisie. Het gooien met roepbommen en zo. Ik vind dat afgrijzelijk. Nou, maar moet u horen, meneer Van Leeuwen, kijk, wij... Meneer Van Leeuwen, hoe weet jij mijn naam? Ken je mij? Ja, wij kennen u allemaal, hè. Daarom hebben ze mij ook gestuurd om de bal te halen, begrijp je? Ik ben een van de belangrijkste spelers. Jij bent een van de belangrijkste spelers, ja. Dus jij hebt die bal in mijn tuin gegooid. Nee, dat was ik niet, hoor. Dat was Hubert Bedford, was dat. Hubert Bedford, dat is onze belangrijkste backliner. Backliner is dat, backliner. Die heeft hem gegooid. Daar heb ik anders nog nooit van gehoord. Hubert Bedford, oh, dat is een genie op het veld, hoor. Die man is een van onze beste spelers. Maar dan ook wel een domme man, hè, om die bal in mijn tuin te gooien. Nou, dat is de bedoeling ook, dat je de bal zo ver mogelijk weggooit. En waarom komt die man dan niet zelf hier? Nou, hij is nogal een beetje verlegen bij vreemde mensen, begrijp u wel. Zo, dus jij vindt mij vreemd. Oh. Vertel die meneer dan maar uit mijn naam dat hij in het vervolg die bal binnen het veld moet houden en niet andere mensen lastigvalt. Ik zou zeggen, meneer Van Leeuwen, mag ik nu de bal terug? Die bal, jongeman, heeft schade aangebracht in mijn tuin. Bieden wij u allemaal onze excuses, mevrouw. Daar heb ik niet veel aan. Zo achteraf, hè? Nee. Ik wacht nog steeds op dat ene woord.
Sorry? Nee. Alsjeblieft. Alsjeblieft, meneer Van Leeuwen. Mogen wij de bal terug die wij op zo'n roekeloze en ondoordachte wijze in uw tuin hebben doen belanden? Alsjeblieft, meneer Van Leeuwen, mogen wij de bal terug die wij op zo'n ondoordachte... En roekeloze wijze in uw tuin hebben doen belanden. Fijn, dank u. En denk erom dat het niet nog een keer gebeurt, anders zal ik die bal in beslag moeten nemen. En dan zullen die beroemde meneer en jij iets nuttigers moeten bedenken om de zaterdagmiddag door te brengen, ja? Ik zal het zeggen, meneer Van Leeuwen. Fijn, dank u wel, meneer Van Leeuwen. Dag, meneer Van Leeuwen. Dag, mevrouw Van Leeuwen. Hugo, wat ben je toch zwak. Je had zelf die bal moeten behouden. Je hebt gelijk, Evelijn. Maar ja, ik heb er eigenlijk geen plaats meer voor. Wat doet u dan met mijn auto? Met mijn auto, wat is dat? Ja, ik wil dat bonnetje tussen de dinges en hij breekt af. Ik vind het al helemaal niet leuk dat ik een bonnetje krijg, maar dan trekt u die ruitenwissers er ook nog af. Ja, ik ken... Dat zal helemaal lekker worden, meneer. Ik probeer het voorzichtig. Wacht even, het begint nog te regenen ook. Wat zeg u nou? Nou, dan zie ik maar één oplossing, meneer. Gaat u maar in. Hey, goedemorgen, buurman. Ik schrik me gek, zeg. Wie loopt er nou zo als een bezeten naar binnen? Ik zeg alleen maar goedemorgen. Alleen maar goedemorgen, er zit geen blad meer aan de boom. Trouwens, wat heb je daar? Dit is vreselijk interessant. Ik mag wel zeggen, daar heb jij nog... Sta hier! Doe dat nou niet. Vertel me nou even wat dat is. Bijenkorf. Ik vraag niet waar je het gekocht hebt, ik vraag wat het is. Een bijenkorf, dat zeg ik. Ik ben bijenhouwer geworden. Oh, bijenhouder. Hier staat hij, de bekende bijenhouwer. Imker. Imker, imker, eerste imker. Prototype van een imker. Ah, hier staat interessant, zeg ik. Daarom heb ik dit dan. De grote bij ben ik, zeg ik. Dat is niet te vaak. Ik ben Maya. Dat zeg ik ook vaak. Ah, Maya. Wat interessant, dat wist ik helemaal niet. Ik ook niet, hoor. Gewoon wat leuk, zeg. Ja. Ik zou er wel eens wat meer van willen weten. Of dit is het interessantste gedeelte. Oh ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Wat is het? Niet te dichtbij. Heel gevaarlijk. Oh ja? Heel gevaarlijk, zeker jij in die korte broek. Waarom? Bijen verzamelen de honing op de haren van de poten. Als die poten van jou niet smeren, zouden zo 20 kilo op. En heb jij er gelast van? Steken ze jou niet? Mij kennen ze toch. Mij zien ze toch. Ik ben beschermd, begrijp je wel. Je wordt niet gestoken? Nee, ik word niet gestoken. Natuurlijk word ik niet gestoken. Oh. Ze moeten ook eerst aan je lucht wennen. Ik moest aan jouw lucht ook eerst wennen. Nou, luister eens, heb ik het zeggen. Ik wil wel eens weten, produceren die bijen ook honing? Wat valt er nou door? Produceren die bijen honing? De fijnste honing die je ooit geproefd hebt. Oh ja? Oh ja? Nee.
nectar. Nectar? De hele echte nectar? De originele nectar. Wat geweldig. Mag ik dan eens een klein stukje proeven? Dat gaat zo niet, hè. Moet je eerst verdoven, hè. Verdoven? Met deze rook misschien. Ik blaas rook in de korf. Begrijp. Daar verdoven ze van. En dat pas kan ik ook niet. Oh, natuurlijk. Ja, dat is gek, man. Oh, ja, natuurlijk. Oh, ja. Ja, ja. Ja, ja. Begrijp je wel? Ik wist niet dat het allemaal zo ingewikkeld was. Studeren. Ik zit avonden te bladeren. Gaan we door, een klein leesmapje. Encyclopedie werkt. Zeker weten. Begrijp het, ja. Zou ik nou eens even mogen weten hoeveel bijen je hebt? Eén. Wat? Eén. Eén bij? Ik begin pas. Zou ik die ene bij dan misschien eens even mogen zien? Hallo bij. Hallo bij. Oh, bij. Hallo bij. Bijlo. Ik kan net een ommetje maken. Ik zie er totaal helemaal niks van, hoor. Arnold! Arnold! Hoor nou toch eens wat een heisa. Meneer is inker met één onnozele bij. Eén onnozele bij. Eén onnozele bij. Het mag er misschien een onnozele bij zijn, maar hij werkt zich kapot toevallig, hoor. Kijk eens even wat de meestal wat maakt in die week, hoor. Thank you.
Ik wist niet eens dat ze nog verstonden. Wat een oudje. Ja, verrassing van de dokter. Eens even kijken. En nou, nooit meer toe. Hallo? Nee, u spreekt niet met de dokter. De dokter die is er niet. U spreekt met een vriend. Met een vriend van Sandra. Sandra uit 1982, ja. Met die hond en dat bos op de achtergrond. Oh, u bent Sandra. U hebt geen bos op de achtergrond. Oh, hier wel. Nee, ik ben de klusjes, maar ik klus. Ik ben een oude klusser. Ja. Wie wil u hebben? Bob. Nee, Bob is er niet. Die is vroeg gaan liggen. Die was moe. Die had wat te veel gedronken. Ik zeg, ga even liggen. Hij zei, ja, ga even liggen. Dus daar kan u nou niet mee praten. Wie is Bob? Oh, is dat die hond? Oh. Ja, nou ja, dat bedoel ik dus. Hè. Daarom kan u er ook niet mee praten, hè. Kijk, het zit namelijk zo. Je hebt al... Hallo? Hallo? Ach, jammer. Lijn verbroken. PTT is ook niet meer wat geweest is. Hallo. U kan niet slapen. Dan moet u een slaappil innemen. Ja, gewoon. Heb u niet. Ja, wat moet ik dan? Zal ik een slaapliedje voor u zingen dan? Slaap, kindje, slaap. Daar buiten, loop, daar slaap. Hallo? Slaap dan. Hallo, wie nou? Hallo? Ik ben wel een goede nummer draaien. Hallo? Wat? U hebt een gulden ingeslikt? Nou, wat kan ik eraan doen? Maar wanneer hebben die gulden ingeslikt dan? Een week geleden. Ja, waarom bel u dan nou pas? U had het geld niet eerder nodig. Dan moet u even langs een ziekenhuis, ja? Daar hangt een wisselautomaat. Zo'n werk, gek van gezeur allemaal. Hallo, met wie nou weer? U moet wat duidelijker praten, ik kan u zo niet verstaan. U hebt last van uw keel. Ja, ik kan u nou niet onderzoeken, ik heb er geen... Wacht, ik onderzoek u even door de telefoon. Ja, blijf even hangen. Even rustig zuchten, gewoon zuchten. Ogenblik, gewoon doorgaan met zuchten. Hallo, met wie nou? Oh, hallo. Schat, ik heb je al zo vaak gezegd, je moet me niet op mijn werk bellen. Ik sta midden in mijn werk te... Ja, natuurlijk hou ik van je. Ik hou ontzettend veel van je, maar je moet niet op mijn... Wat heb je erover staan? Oh, lekker. Hou hem warm, ja? Ik kom zo snel mogelijk, ja. Nee, ik kan nu niet met je... Ja, schat, ik weet dat je behoefte hebt om met iemand te praten, maar ik ben nu met... Wacht, maar ik heb hier iemand liggen. Hallo, ben u er nog? Oké, gewoon doorgaan met hijgen. Schat, hier is iemand voor je. Goed luisteren, want hij is slecht bestemd. Ja, het is inderdaad een hele unieke manier om mij zo te pakken te nemen, ja. Kom u mij ophalen? Mooi.
De handboeken. Oh, die liggen hieronder. Ja, ik zie ze liggen. Ik zal ze omdoen. Nee, dan kom ik aan. Je hele tent leeg, hè? Hé, even wachten. Ben jij lid? Ik ben geen lid meer. Oh, dan kom jij helemaal niet binnen. Het is alleen verleden. Ja, ik kan natuurlijk een kaartje kopen, hoor. 35 gulden. 35 gulden? 35 gulden. Oh, nou, dat wil ik maar ook. Het is inclusief lidmaatschap voor het hele jaar. Oké. Okay. Kijk eens, mevrouw. 35 gulden. Ho, wat gaan we doen? Heb jij toevallig slagwapens, vuurwapens of steekwapens bij je, zoals stiletto's en dergelijke? Nou, meneer, dat heb ik allemaal niet. Oh. Neem dit dan maar mee, want ze zijn nog wel een beetje opgewonden binnen. Oké, het is zover. Hup, al het geld uit de kassa. Snel, ik heb nog meer te doen. Kom op nou, jongen, kom op nou, kom op nou. We hebben wel lol, hè? Niet de hele dag de tijd, hè? Kom op, alle boem eruit. Hup. Tel, grote geld. De girokaarten zitten in de girokaarten wij. Hup, alles eruit. Zet al het geld. Mooi. Is het een overval? Nou, we hebben al. Hier komt de kassa halen voor zijn servicebeurt. Morgen is hij weer terug. Kom nou eens een keer naar bed toe. Je bent de hele avond al aan het schoonmaken, hè? Kom nou eindelijk eens naar bed toe. Ja, ja, dat is het enige waar mannen aan kunnen denken. Ik had onze huwelijksnacht al anders voorgesteld, hoor. Ik heb mijn moeder beloofd om een goede huisvrouw te zijn. Zo, de vloer is klaar, morgen doe ik de badkamer wel. Je overdrijft het verschrikkelijk. Alles moet toch goed schoon zijn? Ja, bij ons thuis, maar dit is een hotelkamer. Anders naar Helen. Goedenavond. Hey, goedemorgen. Goedenavond. Jij bent ook vroeg vandaag. Ja, dan komt zo mijn huis staat in brand. Ach, jij heb je de brandweer wel gebeld dan? Nee, dat doe ik vanavond na 7, hè. Dat is goedkoper bellen. Oh, natuurlijk. Mooi. Zeg, wil jij een kleintje of een grote? Nee, geen grote. Doe mij maar 2 kleintjes. Maar wel in een groot glas, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hé. Hey. Wat is dat voor een schilderij wat hier aan de muur hangt? Dat is een Jan Steen. Ah. Maar je hebt bij ons tijd een Beethoven aan de muur hangen. Maar dat is toch een componist? Het is ook een heel slecht schilderij. Weet jij overigens wat de laatste woorden waren die Beethoven sprak? Wat zeg je? Juist. Mooi. Is dat een diepvrieskanarie die je daar hebt? Nee. Wil je hem kopen? Mankeert er wat aan dan? Hij heeft 3 poten. Oké. Okay. Ja. Wat moet die kosten, hè? Rijksdaalder per poot. Ik heb maar een gulden. Oh, ik kan wel wisselen. Oh, dat is maar. Dat kan wel eens een rat wezen. Ik dacht dat je zei dat het een diepvrieskanarie was. Nee, ik bedoel dat geluid wat uit die kast komt. Oh, daar moet je je niks van aantrekken. Dat hoort ik al sinds vorig jaar kerstmis. Oh. Zeg, nou we toch over kerstmis hebben, ken jij een zekere Harry? Nee, die ken ik niet. Ik ook niet. Ik ken wel een andere man die Harry heet. Ah, wie is dat dan? Ene Harry. Die bedoel ik. Begrijp je? Mooi. Zeg, kom jij vanmiddag nog in het dorp? Jazeker. Ah, zou jij dan deze brief even voor me willen posten? Natuurlijk. Wat jij misschien op wat voor dag Goeie Vrijdag valt dit jaar? Ik toch op een donderdag. Mooi. Weet jij het verschil tussen een olifant en een brievenbus? Olifant en een brievenbus? Ja. Nee. Dan denk ik dat ik die brief maar zelf ga posten vanmiddag. Mooi.
heb nou een hond. Ach, ja. Leuk. Alleen hij heeft geen staart. Ach, nee. Oh. Hoe kun je dan zien of die blij is? Als die ophoudt met bijten. Oh, natuurlijk. Mijn hond is zo gehoorzaam. Oh. Je hoeft maar een stok weg te gooien en te roepen. Gaat hem halen, Bello. Oh, en dan gaat hij malen. Nee. Waarom niet? Hij heet geen Bello. Oh. Hij heet Willem. Naar die bekende voetballer. Jij bedoelt Willem van Hanegem? Nee. Nee. Joe McEnroe. Maar die voetbalt toch helemaal niet? Mijn hond toch ook niet. Ah, doe maar mee. Kijk, hè. Hallo? Er zit een eigenaardige echo in die kast. Hmm. Hij is niet open. Nee, de komt, het is nu Pasen. Oh, met Pasen is alles gesloten, hè? Niet waar. Zo is het. Het komt trouwens wel eens houtwormwezen. Ach, ik heb zelf ook een tijdje last van wormen gehad. Oh, dat was zeker wel vervelend, hè? Nee, het was wel makkelijk als ik ging vissen, hè? Oh, natuurlijk. Waarom doe je die kast eigenlijk niet open? Ja, ik ben de sleutel kwijt. Oh jee. Misschien zit hij aan de binnenkant. Ach, zou jij dan even voor mij willen gaan kijken? Natuurlijk. Heel graag. Ja hoor, hij zit... Hey. Och, wie is dit nou? Kijk nou eens, dat is ouwe Ties de Vries. Oh. Die hebt de hele jaar in de kast gezeten. Dan neem ik hem wel mee. Ik heb bij mijn thuis ook nog een lege kast. Oh, natuurlijk. Goedemiddag. Het leek zo mooi, het sprak vanzelf, jij en ik en zo. Niet stuk. En de zon die zou voor ons eeuwig schijnen, maar ineens wou je weg, het ging zo vlug. En wat bleef, dat was een droom. Zo gaat het vaak om je heen, heel onverwacht ziet een het niet meer zitten. De ander blijft, het huis is leeg, 's avonds laat. Was wat hij zei, maar wat bleef, dat is die droom. Mijn hoofd weer op je schouder, je handen spelen met mijn haar. We zijn dan wel wat ouder, maar toch. Net een bloem, plukt hem af, hoop dat hij zal blijven bloeien. Je neemt hem mee in je hand, veel te vast, want je wilt hem niet verliezen. Maar na een dag in een vaas valt hij uit. En wat blijft, dat is die droom. Ik kom terug voor onze droom. Mijn hoofd weer op je schouder. Je handen spelen met mijn haar. We zijn.
Goedemorgen. Ik heb nou de buschauffeur. Ja, daar is die. Nou, nog een weekje, dan gaan we weer op huis. En hè, buschauffeur, dan zit de vakantie erop, hè. Ah, meneer, we zitten nou nog midden in onze vakantie. Jawel, we hebben er nog niet over terug, hè. Nou, ik zag u zo aankomen. Ik denk, nou, nog een weekje, dan gaan we weer terug. He? Ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Dan valt hij een beetje de reis met de touringcar. Ja, en ben u ook met de bus? Ben u ook met de bus? Ik heb u hierheen gereden. Nou, ik heb allerlei trippies met u gemaakt. Oh, dan zit u zeker voorin. Ja, meestal. Nee, wij zitten achterin, dus dan hebben we weinig contact meer voorin. Maar u bent er wel eerder als wij natuurlijk, hè? Ja, ietsje wel, ja. Nou, wij gaan weer later weg, hè, dus maak je zo. Ja, zo zei het ook. Doe het ook. Maar bevalt het een beetje zo aan de Costa del Sol? Nou, je ziet hier andere dingen als thuis, zal ik maar zeggen. Je ziet andere dingen. Ja, ik zag net zag ik nog zo'n grote tros bananen hangen. Ik denk, nou, die bij ons thuis hier is bij de groente voor liggen. Maar hier hangen ze zo in de boom. U bent nou een klein beetje ervan, hoor. Hoezo? Er groeien hier helemaal geen bananen. Waar groeien die dan? Nou, helemaal in Afrika. Goh, wat kan je ver weg kijken, hè? Het is hier zo mooi, meneer. Als ik zo om me heen kijk, dan denk ik wel eens bij mijn eigen... Ach. Ach, ik wou dat ik kunstschilder was. Kunstschilder? Hé, dat is heel toevallig. Mijn zwager is kunstschilder. Oh ja? Wat schildert die? Van alles, dames, heren, net zoals het uitkomt, hè. Oh ja, op linnen? Nee, op de deur. De ene deur dames en de andere deur heren. Hij heeft veel werk mee, hoor. Heel veel werk. Nee, ik bedoel het echte kunstschilderen met ezel en palet. Oh, kerststalletje. Nee, nou, dat niet. U moet morgenochtend eens mee gaan kijken naar de opgaande zon. Oh, waar draait die? Wat draait hij? Dit is geen film. Oh, dat is hij. Nee, ik bedoel de zon zelf. Oh, zet. Wat is nou zet? Zon zelf. Ja, ah, meneer, is zo'n mooi gezicht als die eens zo langzaam aan de kim verrijst. Maar hoe laat komt hij dat je zegt, heb je hem? Heb je hem, dat kan je niet zo zeggen. Exact dat kan je niet zeggen, Maar laten we zeggen, morgenochtend om een uur of half zes, zes uur. Half zes? Ja. Zal het zijn? Oh, dan maak ik wel wat te eten meenemen, hè? Zorg ik voor een man met broodjes, romen op zijn polkabrokken, wat lekkere dingen, dat er wel wat, er moet wel wat eten zijn natuurlijk, hè? Vakantie is eten, eten is vakantie, hè? Het hoort er wel bij, hè? Ja, het is me opgevallen, u denkt vaak aan eten. Ik wel. Nou, ik denk ook wel eens aan drinken, hoor. Ja, dat zal wel. Ik zou maar zeggen, een Wico, die gaat er bij mij wel in, bijvoorbeeld, Een Wico. Wat is een Wico? Wico, whisky cola. Een korte kap, hè, dat bestelt sneller. Oh, dat is afgekort. Whisky cola. Of een Yoko. Maak een Yoko. We hebben Gerard, twee Yoko. Twee Yoko is hier. Dat yoghurt? Yoko, jonge cola. Zo. Oh, jonge jenever met cola. Je hebt er zoveel, hè. Bako, die ken je wel natuurlijk, Bako. Bako. En, Bacardi cola. Nee, zo'n steeksleuteltje, ken je die niet? Bako, heel bekend. We hadden het nou over drinken. Oh, natuurlijk, ja. Gisteren met die boottocht zat u ook lekker te drinken en te eten. Ik denk, nou, die auto wel van. Ja, het is een hobby van mij, hè, dat eten. Ik wil graag eten. Ik kan wel een paard op ook, hoor. Ja, dat kan ik me voorstellen als ik maar zo ik was in ieder geval al blij dat we geen schipbreuk leden met het schip. Nou, wat? Nou, dan zegt u even wat. Wat zeg ik dan? U zegt nog geen seconde geleden, u was blij dat u geen schipbreuk had geleden. Oh ja? Oh ja, kom ik luisteren. Oh. Dienaangaande hebben trouwens nog een interessant verhaal. Och jee. Ik ga eens kijken of er nog wat te vangen is. Want ik heb om 10:30 afgesproken met een snoekkarper. Als ik er niet ben, dan zwemt hij door. Hè? Meneer, die komt om 11:45 nog weer langs. Ik ga liever even kijken. Hè, luistert u, het is vakantie. Ja, daarom, het is vakantie. Geen haast, even relaxen. Ja, maar ik heb honger, ik wil graag wat eten. Maar aangaande die schipbreuk, hè, heb ik dus dat verhaal. Het is kort. Maar interessant. Nou, even snel, wat is het verhaal? Er dreven is vier mannen op een vlotje midden op de oceaan. Goh, dit is wat. Nou, bedankt voor het praten. Dat kwam omdat ze schipbreuk hadden geleden. Oh. Nou. Mazzel dat ze een vlotje bij zich hadden dan. Hè? Tot ziens. Nou, mazzel dat ze een vlotje, dat hebben ze natuurlijk in alle paniek even gauw gemaakt. Ja hoor, midden op zee even gauw een vlotje gemaakt. Waarvan? Van golven. Nou, dan liggen we midden op zee. Ja, heb je het ook in de gaten? Ja, we liggen ineens midden op zee. Ja, goh, hadden we nou maar een vlotje. Ja, we halen hier midden op zee een vlotje vandaan. Nee, dat zou ik ook niet weten. Nou, wacht eens, wat is? Ik voel ineens een paar planken in mijn binnenzak. Oh ja? Yeah? Ja, ik heb altijd planken bij me voor als je ineens een vlotje moet maken. Goh, wat handig. Ja, de spijkers zitten erin. Nou, we hebben mazzel. Hé, hey, kijk, daar is waar. Daar drijft een hamer. Nou, zeg, wat is het nou voor verhaal?
Meneer, zo gaat dat helemaal niet. Oh, ben je er ook achter? Zeg bedankt voor het. Als dat schip zinkende is, proberen ze alles wat er aan hout te vinden is bij elkaar te krijgen om er een vlotje van te maken. Ja hoor, ze gaan op de gemak een heel schip demonteren. Vrouwelijke kinderen, eer van boord. Nee, eerst nog even een plankje losschroeven. Oh nee, het zit met een kruisschroeven draaien. Om ook eerst uit de hut om een kruisschroeven draaien te halen. En meneer, u zit er zulke verhalen bij te maken. Ik kan niet, ik begin er niet eens over. Luistert u nog waar het om gaat. Er dreven dus drie mannen op een vlotje midden op de oceaan. Er zijn net vier, hoor. Ik zei net vier. Je zei net vier. Jongen, nou oké, dan is er één overboord gevallen. Wie? Kanenbraaier, nou goed. Is niet waar. Wat nou? Mijn buurman heeft toevallig kanenbraaier, die heb ik een hele tijd niet gezien. Is die overboord geslagen? Wat erg. Nou, hij past nieuwe gordijnen hangen. Die ken ik nou misschien goedkoop van hem overnemen. Je weet het niet, hè? Meneer, er zijn meer honden die Vicky heten. Dat is hem, kanenbraaier. Ah, met Vicky. Ik zie hem nog zo lopen. Ah, kanenbraaier en Vicky. Tuurlijk overboord geslagen toen hij die hond wou blussen. Dat kan je wel nagaan. Hoezo blussen? Omdat hij Vicky heet. Hier zitten van alles omheen te bouwen, maar nergens. Ik ben niet, luister nou even, luister nou naar het verhaal. Er dreven dus vier mannen op een vlotje midden op de oceaan. En op een gegeven moment begint het me daar te waaien. Maar nou, is kanenbraaier wit terug? Is kanenbraaier wit terug? Zijn er nou weer vier, zeg je? Meneer, weet u wat ik doe? Ik scheid ermee uit. Er is met u geen aardigheid dan. Nou, dan kan ik weer rustig gaan vissen. Dan ben ik daar vanaf van een gezeurs. Ik val om van mijn honger. Ik hoop dat ik een paard vang. Ik wens u goede vangst en vandaag smakelijk eten, dat hoor. Vriendelijk zo. Als die mama kan eten. Jongen. Eten. Signor, no pescatori. No pescatori. Oeh, ja, dat is een mooi molentje, potverdorie. Ja, dat kan je wel zeggen. Pescatori, dat betekent verboden te vissen. Nee, ik heb een vergunning, hoor. Hallo. Ik heb een vergunning. Ik heb een dat ik een vergunning heb. No comprendo, señor. No comprendo. Hij begrijpt u niet. Ja, ik spreek toch geen Spaans, is het wel? Nou, moet je horen, hoor. Ik heb een vergunning, hoor. Zo, het is no probleem, hoor. Ik kan doen, hoor, wat ik wil, hoor. Ik gooi een haakje, hoor, met het water, hoor. En ik haal de vis, hoor, er maar uit, hoor. Begrijp je wel, hoor. Die ze zeggen, alles is opgelost, hoor. We hebben fijn gepraat, hoor. Doe de groet aan de kinderen, hoor. En adios. Luciento. Hallo? Ah, maar toch met een beetje glitter, maar ik niet dat de woordje beter werd, maar ik niet dat de woordje beter werd. De pjatare die zegt, die lavaat, die lozo, die kalepjatore, die aspirine, polizia, die tatamore, die pjatje, dottore, die aja, die zonde, 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 die dat in de melodie even kwijt was, hè? Heb u nou helemaal niet gehoord wat hij zei? Nee, ik ben niet te ver van de man. Hij vertelde daar een interessante legende. Wat een ellende, weer een legende. Nou, even snel, hoor. Want ik ben vies, ik val om van de honger. Ik moet nu iets gaan vangen, anders gaat het in de gaten. Die legende zegt dat er hier in de buurt een zeemermin rondzwemt. Zeemermin? Nou, dan hebben we alles wel gehad. Nee, zeemerminnen bestaan niet. Dat weet u net zo goed als ik. Dat denkt u en dat denk ik, maar de legende zegt dat al jaren. Ja, hoor. En degene die zich aan die zeemermin vergrijpt... Wie zich aan de zeemermin vergrijpt? Je krijgt er nog een spel tussen bij een zeemermin. Wat wil je nou aan mij doen? Nee, die draagt gelinst te worden. Ja, goed, hoor. Nou, u moet het zelf weten, hoor. Kijk even, ik heb een kanjer aan de... Dat wordt smullen, nou, dadelijk. Kijk dan. Ik krijg... Dat breekt mijn hengel. Ja, hou u de hengel even vast, dan haal ik hem zelf uit het water. Maar schiet dan op, alsjeblieft. Laat niet schieten, hoor. Ik haal hem met de hand. Singing in the rain. Ja, kijk maar wat er ligt. Wat een goeie avond. Tappen, tappen. Oh. Die tappen, wat een reet. Kijk eens, wat heb ik nou gezegd. Goedenavondje voor Jansen. Mamma mia. Oh god, dat is zijn moeder. Wacht nou even. Momento, señor. Momento. No problem, no problem. Por favor, momento. Meneer. Hallo, meneer. Wat heb u nou met die zeemermin gedaan? Welke zeemermin? Dat is waar.
zon, 40 kilometer strand. We hebben mango's en bananen en een zee dicht bij de hand. We hebben volleybal en pingpong en we hebben zee van tijd. Maar wat er ontbreekt, een mooie meid. We hebben op video de film, brave borster in Tirol. We hebben foto's van Vanessa, want die speelt zo mooi viool. En hoewel het goed bedoeld is, toch voel je pas echt geluk. Een heel vol stuk. Hier is niets wat mannen overal begeren. Hier is niets waar mannen zich nog voor gaan scheren. Ook al is de lucht niet blauw. Snakken naar een pakker en een schokkel op de bek. Het is een heerlijk paradijsje, maar het wordt pas echt je dat. Net als we doen, u weet wel wat. Hoewel ik niet zo gauw een dame op mijn knie zie. Denk het mij maar zo, je kan nooit weten. Dus we houden onze lijven met wat turnen in conditie. Conditie. Happy eten, dat doe ik altijd. Hè. Zo na de show ga ik happy eten. Voor de show eet ik nooit zoveel. Dan heb je zo'n vol gevoel. Dan hebben we ook kopjes soep of zo. Ze hebben hier in de kantine, maakt die mevrouw altijd speciaal hele bijzondere dingen. Zo, nou, vanavond had ze bananensoep. Bananensoep, ik zeg, ik had liever uiensoep gehad. Ze zei, ja, maar bananen zijn makkelijker om te schillen. Nou ja. Tot volgende keer, hè.